Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Gisteravond kwam Meta na beurs met cijfers die tegenvielen. We gaan even kijken. We zijn hier op Finance Yahoo en dit is hoe het gisteren naar voren kwam. En gisteravond om 11 uur. Ze hadden te weinig omzet gemaakt, vond men. En ik weet niet hoeveel het was. Even kijken. Ja, dat staat hier dus even niet bij. Kijken of ik... ja, dan moet je de video kijken. Dat is niet handig. Maar het ging in ieder geval heel hard terug. En we gaan eens eventjes verder kijken. Want ja, je ziet, ik doe dit on the fly. En dat heeft als nadeel dat je dus niet klaar hebt staan. Uiteindelijk 22,89% ging er van de koers af na beurs. En we kwamen onder de $250 uit. Nou, waarom was dat? En dat wil ik toch uiteindelijk wel weten, maar dan weet ik niet of we daar het kunnen vinden. Ik had iets gelezen van, in plaats van 30 miljard omzet hadden ze maar 28 tot 29 miljard omzet. Zoiets was het. Dus nou, dan praat je over een, zeg even, 2 miljard minder omzet. Dus ja, dat is stevig, maar goed, op 30 miljard valt dat wat mij betreft nog wel mee, maar er ging meer dan 200 miljard beurswaarde van het bedrijf af in één nabeurse sessie. Nou, dan denk ik dat dat overdreven is. Maar we gaan even kijken, we gaan even naar de statistieken. En we zien dat het bedrijf een koers-winstverhouding heeft van 20. Dat is voor zo'n groot bedrijf niet overdreven. De PEG-ratio 0,83. Dat wordt dus nu, het is dus echt interessant om naar dit bedrijf te kijken na deze koersdreun. Nou is het punt om 10 uur, dat is over een uur vanaf nu dat ik deze video maak, dan gaat de voorbeurzenhandel open. En ik denk dat die $250 niet gehaald gaat worden. Ik ga zo meteen proberen om aandelen te kopen onder de $250. Ik denk dat dat niet gaat lukken vanwege het feit dat de waardering uiteindelijk voor Meta helemaal niet zo slecht is. En deze koersdreun is een schrikreactie geweest en men stapte allemaal massaal uit. En na beurs zijn er weinig mensen die handelen. Ik denk dat het een enorme overdrijving is. Dus ik ga ervan uit, maar ik heb de wijsheid niet te pakken, maar ik ga ervan uit dat het me niet gaat lukken om onder de $250 die aandelen te krijgen. Maar ik ga het wel proberen. En als zou het lukken, ja dan, en misschien gaat hij wel onder de 200, ja jammer dan. Maar dan heb ik nog steeds aandelen die ik naar mijn idee voor een goede prijs gekocht heb, dan wacht ik wel wat langer. En dit is een gok, dit is speculatie. Maar ik denk dat hier een overdrijving plaats heeft gevonden. En ja, de kans dat ik die aandelen krijg, schat ik zelf heel laag in. Maar ik ga het wel proberen. Nou, gaan we verder kijken naar dit bedrijf. En dan zal je zien dat met die omzet en alles, dat het jaarlijks 112 miljard. Ja, sorry jongen, maar dat is toch belachelijk. Een groei van 35%. Nou, dat is dan geen 35% geweest, maar dat wordt dan zometeen een groei van 30%. Nou, en nog steeds gigantisch. De earningsgroei, dus echt de winst, 17% gestegen. Bedrijf heeft 13 miljard aan schulden, 58 miljard in kas. Er is een cashflow na belastingen van 26,5 miljard. We praten over miljarden. Dus het is echt gigantisch. Er is geen dividend. Er was een shortpositie. Nou, die zullen nu helemaal in alle staten zijn in positieve zin. Want ja, die hebben natuurlijk een enorme klapper gemaakt, die shorters. Die shortpositie is iets groter dan dat ik zou wensen. Dus die shorters hebben gelijk gehad. De omzet viel tegen. En ja, misschien waren die verwachtingen wel te hoog. Want ik vind een omzetgroei van 35% voor zo'n groot bedrijf is natuurlijk gigantisch. Als je dat voor elkaar krijgt, ben je heel goed bezig. Nou, dat hebben ze dus niet voor elkaar gekregen, maar nog steeds boven de 30% groei. Dat is toch fenomenaal. Ik ben niet helemaal eens met het bedrijf zelf. Ik ben niet met... hoe moet ik het zeggen? Ik heb niet erg veel plezier aan het gebruik van Facebook. Laat ik het zo zeggen. Ik word er een beetje ziek van. Maar ja, ik gebruik het wel om ja, mijn artikelen en mijn video's te promoten. Zo ben ik het alweer wel. Maar echt gebruiken van Facebook, ja, ik word daar niet vrolijk van.
persoonlijk. Maar ja, heel veel andere mensen blijkbaar wel. Maar ik vind het niet echt een leuke plek om bezig te zijn. Dus ik ben er weinig, maar ik zet er wel gewoon mijn artikelen op. Goed, dan naar de analisten. Want ik wil wel eens weten, hoe kijken die er tegen? Dat is dus 51 analisten. En je moet je realiseren, die hebben nog niet kunnen verwerken wat er gisteren is gebeurd. En als je dan kijkt, de analisten hadden het totaal niet verwacht. En dat zie je ook omdat eigenlijk, als je ziet, 90 dagen geleden 1393 de verwachting. Nu, gisteren, was het 1392. Ja, nou, en het is minder geworden, ja. Althans, dat is 2021 dan. Hè, maar als we kijken naar de kwartaal, het laatste kwartaal, ja, dan hadden ze 383 verwacht. Dat is iets minder geworden. Maar het is heel stabiel verwacht. Dat is die schrik geweest. Maar Facebook stond niet alleen gisteren. Ook PayPal is gigantisch gedaald. Ook, en dat was binnen de beursuren, ook meer dan 20% gedaald. Dus dit is niet iets wat losstaat. Er is een schrikreactie gaande bij meerdere technische bedrijven en beleggers overdrijven nu vreselijk. Ik ga deze video nu snel online zetten, zodat je voor 10 eventueel mee kan doen. Dit is geen beleggingsadvies. Laat dat heel duidelijk zijn. Doe het op je eigen risico als je daadwerkelijk iets inzet. Ik zet het wel in. Ik heb de aandelen nog niet. Ik zet het wel in om 10 uur. Ga kijken of ik onder de $250 die aandelen kan krijgen. Maar doe je eigen onderzoek of je dit soort risico's wel wil nemen. Want het is speculatief. Ik weet niet wat er kan gebeuren. Je ziet het gisteren 22,89% omlaag. Voor zo'n aandeel. Niemand kan dit voorspellen. Dat zou gebeuren. He, en natuurlijk, je kan zeggen, ja, er komt wel vast een keertje een reactie. Maar dit aandeel is niet duur. Het is niet extreem gewaardeerd. Een koers-winstverhouding van 20 is echt niet extreem. Er zijn bedrijven die koers-winstverhouding hebben van 3000. En kijk naar een Tesla. We gaan eventjes, om een ander aandeel eens te noemen. Wat ook enorm gecorrigeerd is de laatste tijd. Maar als we dan kijken naar de koers-winstverhouding, 184, dat is overdreven. En als je dan naar Tesla kijkt de laatste 5 jaar, en dan zie je hier 1100 en nu 900. Ja, dat is dus ook zo'n dreun. Alleen die heeft er ietsje langer over gedaan. Maar het is dus niet dat bedrijven er immuun voor zijn. Ook Facebook heeft die daling gehad. En ja, dat kan dus morgen weer gebeuren. De kans verwacht ik dat niet zo heel groot is. Maar ik ga erop gokken. En weet dat het dus gokken is. Dankjewel voor het kijken. Vond je het interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan door in te loggen op YouTube. En dan te abonneren. Druk op het blauwe belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video heb gemaakt. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op die gratis nieuwsbrief. Dan heb je het nieuws nog eerder. Dankjewel. Houdoe.